Is dat een trainingsbroek of is dat een legging? Dat is een trainingsbroek. Ik sta even stil waar je niet stil mag staan. Hé, toch? Dus ik moet even snel praten. Ik ben naar de Mediamarkt geweest, ik heb een nieuwe camera gehad, want ik heb deze camera en ik vond die kwaliteit niet zo top. Dus nu heb ik gewoon meteen echt een goede gehad. Maar ga ik meteen een giveaway voor jullie doen, want ik heb al een vlog opgenomen. En die vlog is al af. Die ga ik ook gooien, ondanks die kwaliteit. En omdat jullie zo lang wachten, ga ik meteen gewoon een giveaway doen. Dus abonneer gewoon op mijn kanaal. Je hebt nu al meer abonnees dan ik, hè? Ja, nooit. Kier, jij hebt al barkie zoveel keer. Ik heb 27 of zo, maar hey boys, geen iets meer. Abonneer op mij. Hoe is je dat ik 100 heb? Kier, ik keek laatst op je account, maar je hebt 100 door die rap toch? Trouwens, dit tijdje, hij is rapper. Ja, man. Kan je iets rappen voor ze? Dit is het liefde dat ik leef. Luister goed, ik neem je mee. Aan de rennen voor DJ's. Wat de fuck, dat weet je, weet maar het is. Maar dat is oké. Want je wifi noemt me B. En ik ben pas 13 jaar. Wat de vraag me om die D. Ondertiteling ga ik hier onder zetten. Dan begrijpen jullie ook wat hij bedoelt. Maar net gehoord dat er een legend is overleden. Mohammed Ali, rest in peace. Ik weet niet wat het is, man. Elke keer als ik op een warme dag ga vloggen, dan overlijdt er een legend, man. Volgens mij moet ik dat niet meer doen. Want de vorige keer dat ik dat deed was Johan Cruijff overleden. Dus, rest in peace, man. Slecht nieuws. Even een tussenstop gemaakt. Want ik heb dorst. En even drinken. Jullie mogen bepalen. Zal ik hem als een hond in de auto laten of moet ik hem gewoon meenemen? Wat zeggen jullie? Kijk hoe zielig die kijkt. Ik neem hem gewoon mee. Zielig, man. Het is te warm, man. Kom. Dus jij dacht het wordt 27 graden, ik trek gewoon mijn sexyste legging aan gewoon. Is dat een trainingsbroek of is dat een legging? Dat is een trainingsbroek. Hè? Doe gewoon een duimpje omhoog als je vindt dat dit verkeerd is. Verwacht je hoog water of zo? Hè? Ja. Verwacht je hoog water? Ricky is mijn lichtjes aan het vervangen voor LED-lichtjes. Sunny hebben gebeld om voor spullen van zijn webshop www.telefoonhuisjeskopen.nl. Ja, vroeger, yo bro, wil je wat uitpikken? Dus ik zeg natuurlijk. Dus ik was wel in de buurt van het stadje, dus ik zeg Ciara, heb je ook zin om gratis spullen te krijgen? Ze zegt waarom niet? Dus nu wacht ik op haar. We wachten tot ze komt en dan gaan we richting telefoonhoesjeskopen.nl om wat telefoonhoesjes te halen, opladertjes en dat soort dingen. Yo, ik ben nu bij telefoonhoesjeskopen.nl. Telefoonhoesje. En reparaties. Gisterreparatie.nl. Vertel wat je doet allemaal. Ralf, welkom als eerst. Ja, dankjewel man. Kom maar verder, wil je drinken? Nee, dankjewel. Nee, ijs, thee, koffie? Nee, is goed zo. Okay. Wat we hier doen, hier beneden doe ik reparaties. Doe ik telefoonreparaties. Ik kan ook al mensen laten zien hoe dat eruit ziet, wat ik hier precies doe. En boven, vanuit boven run ik telefoonhoesjekoop.nl. Daar verkopen we best wel exclusieve hoesjes. We hebben tot nu toe in ons assortiment Ferrari, BMW, Lamborghini. We hebben houten hoesjes, we hebben voor dames guesthoesjes. En we zijn aan het uitbreiden. Ik en Ciara gaan hoesjes, spullen uitzoeken. Ja, dus dan, Ciara is vandaag hier om een hoesje uit te zoeken. Ja. Dus gaan we nu naar het magazijn toch?
De camera uit of? Jullie mogen filmen. Tot een bepaald gedeelte mag je filmen. Oké, tot een bepaald gedeelte mag je filmen voor die boeven. Even kijken. Deze hoes is al. Oké, neem deze. Deze. Wat heb jij genomen? Deze. Een clutch. Mm-hmm. Of het uitgaan of zo? Ja, dat is wat je kan. Oké. Dit is ook wel leuk, hè? Mm-hmm. Voor Lambo. Pas goed bij mijn Lambo, of niet? Bro, ik heb het speciaal zo voor jou. Ja? Yeah? Nu we het daarover hebben. Is goed. Want laatst vroeg je. Ja? Ik wil iets voor mijn MacBook. Oh ja, klopt. Toen dacht ik. Hey, dat is wel tof, man. Het is een limited edition van Lamborghini. Speciaal voor jou. En ik weet niet, heb je iPad? Dan mag van mij ook een iPad-tas. Of van Lamborghini. Hey, je verwendt me wel, man. Ja, man. We hebben bij telefoonhuisjekoop.nl als enige hebben limited edities van Lamborghini, Ferrari, BMW. Dan hebben we niet alleen een hoesje daarvan, nee, we hebben complete setjes. Je kan voor je laptop, kan je een laptoptas nemen voor je MacBook. Of een iPad-tasje. Wil je kans maken op een van deze twee producten? Like dan de Facebookpagina telefoonhoesjekopen.nl. Of de Instagrampagina van telefoonhoesjekopen.nl. Dan maak je kans op deze twee items. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Ook geeft Sunny een gratis reparatie weg naar een toestel naar keuze. Maakt niet uit of je een iPhone 6 hebt, 6S, 6 Plus of een Galaxy S7 of een 7 Edge. Maakt niet uit wat voor toestel je hebt. Is je beeldscherm kapot? Hij maakt het gratis. Gratis reparatie. Wat er ook fout is aan je telefoon, wat er ook mankeert, hij maakt het gratis. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is sowieso te abonneren op mijn kanaal. Dus de Facebook en Instagram pagina liken van telefoonhoesjekopen.nl en dan maak jij kans. Yes, doei. Doei. De spullen gaan dus nu niet. Ik zie dat jij ook wat spullen hebt. Dus bedankt naar telefoonhoesjekopen.nl. Check die site. Ze hebben van alles en je kunt ook voor je telefoonreparatie kun je ook daar terecht.